healthy life is a better life. Dat is mijn motto en ook mijn missie. Jullie gezond doen eten, bewegen, lachen en gewoonweg goed te doen voelen. Jullie nog meer goesting in gezond te geven. Alleen kan je al heel veel, maar samen sta je vaak nog sterker. Ook als je gezond wil leven. Anderen zien lachen, doet lachen. En zo is dat ook met sporten en gezond eten bijvoorbeeld. Team Spirit is dus key vandaag. En ik ben nu onderweg naar het levende bewijs daarvan. Ook bij een heleboel dieren zit het groepsgevoel diep geworteld in de genen. Denk maar aan de bijtjes. Imke Rik weet er alles over en ik heb met hem afgesproken op een wel heel bijzondere plek. Helemaal bovenop een hotel, midden in de stad. Want Rik installeert zijn bijenkasten op daken van bedrijven en hoopt zo, naast het milieu, ook de bijenpopulatie een handje te helpen. Ja, kijk, ook dit is België. Hoi, hallo. Rik. De Rik die verdient een medaille, dat is waar. Hè, want de mensen die beseften dat denk ik niet goed genoeg. Hoe hard we de bijtjes nodig hebben en dat anders een wereld zonder groenten en fruit onder andere zou zijn. Veel groenten en veel... Allee, zonder veel groenten en zonder veel fruit. Ja. En dat willen we niet, zeker Rikje niet. Nee. Ja, we staan hier nu in Antwerpen op een dak. Is dat anders? Urban farming? Het is anders omdat het moeilijker bereikbaar is. De imker na zich is gelijkaardig. Ja. Oké. En hebben de bijtjes dat graag, dat ze in de stad kunnen wonen? Liever in de stad dan daarbuiten. Is het waar? Alles wat stedelijk en voorstedelijk gebied is, dat vinden ze fantastisch. Okay. En dan heb je zo het platteland waar heel veel landbouw en zo zit. Dat is minder, want er is eigenlijk geen eten voor die bijen. En dan heb je het platteland, echt zo alle Ardennen en de wilde streken. En dat is ook weer terug oké. Okay. Ja, en kunnen ze met de regen om? Dan blijven ze binnen. Dan blijven ze binnen. Dat is eigenlijk het beste. Dat is zoals het beste. Want jullie zetten eigenlijk bijenkasten op de daken dan? Ja, meestal wel. En zijn er voorwaarden voor een ideaal dak voor de bijen? Een ideaal dak voor de bijen, een beetje zon. Maar aan zich is dat allemaal niet zo heel belangrijk. Die passen zich heel gemakkelijk aan, die dieren. Maar voldoende eten in de buurt, dat is altijd een belangrijke. Hè? En dat vinden we in de steden toch wel mee overvloed. Dus dat is wel, met overvloed? Ja. Ik zou zo denken dat dat net minder is in de steden. Nee, er zijn heel veel daktuinen, mensen die bloemetjes op de vensterbanken zetten. Je hebt de bomen in de laan, de dierentuin zie je hier in Antwerpen achter de hoek. Dus ja, er is eigenlijk wel heel veel eten voor de dieren. En in principe zou iedereen dat op zijn dak kunnen zetten? Als je iets kent van imkeren? Als je dan... kent imkeren, wel ja. Dus en wettelijk moet je 20 meter van een achterdeur van buren en dergelijke blijven. Maar los daarvan kan je dat perfect, ja. Oké. Okay. Heb jij een potje bij van mijn honing? Natuurlijk. Dat is een potje van de bijen hier in het centrum van Antwerpen. Maar dat is open doen, hè? Ja. Liquid gold, echt, hè? Dat is mooi, hè? Ja. Ik heb nog een lepeltje bij. Maar op alles voorzien. Alsjeblieft, ik heb er van mij ook nog eentje bij. Wat zijn die dingen schroeven? Zo, wacht, er komen verschillende smaakpatronen, of smaaktoetsen vrij in die honing. Het is wel een hele specifieke smaak, hè? Wat bedoel je met specifiek? Ja, toch zo wat anders als je de ene in de winkel koopt. Dat verschil. Is dat nu, smaakt dat nu zo specifiek omdat dat van. Kan dat zijn dat dat, is omdat dat van één kolonie komt? Nee, dat is anders de, of zo? De smaak hangt af. Enerzijds, ja, bedoel, dit is geslingerd uit de kast en in de pot gedaan. En is enkel maar gezeefd. Industriële honing die wordt gefilterd, waardoor er een deel smaaktoetsen en stuifmeel en dergelijke uit de honing verdwijnt. En ze gaan dikwijls ook mengen om een uniforme smaak te krijgen. En het is niet dat je dat kunt sturen, dat is gewoon die kolonie, maakt nu dat eenmaal. Dat is die locatie, het is echt een locatie. En dat maakt ook dat de honing elk jaar wel anders kan zijn. Ja. En een locatie, ik zal maar zeggen, de bijen die hier staan, of die op de opera of de graanmarkt staan, dat die totaal anders kan zijn. Zalig, spannend dan ook altijd. Ja. Gaan we die leeglepelen? Ja, je kan dat wel. Maar jij moet nog koken, hebben ze. Ja, ik heb nog wat nodig. Ja, echt heel speciaal. Lang leven de bijtjes. Dit vloeibaar goud krijgt een ereplaats in mijn keuken en ook in mijn eerste gerechtje. Want ik ga beginnen met een worteltaartje te maken. Super lekker. En onze honing gaat daarvan de topping worden. Zo. En dan gaan we beginnen met het hoofdingrediënt, onze worteltjes. Die ga ik schillen. Ik ben nogthans fan van de schil. Maar in onze worteltaartjes
gaat dat voor de smaak niet top zijn, dus die gaan we eraf doen. En dan hebben we weer een portie beta-carotene binnen. Een beta-carotene, dat is eigenlijk een voorloper van vitamine A. Het zit heel vaak in plantaardige producten. Ik gebruik een redelijk grove rasp, omdat ik graag heb dat ik die wortel echt nog wel wat zie terugkomen in dat taart. Vaak als je zo'n worteltaart eet, dan denk je, zit hier eigenlijk wel wortel in. En bij deze gaat het dat echt nog wel merken. Er zijn van die kleine sliertjes, die structuur gaat er eigenlijk nog een beetje blijven in zitten. En ik heb dat wel graag. Het mag nog heel even blijven liggen. We gaan eerst een banaantje pletten. Ik neem er twee. En dat gaat eigenlijk al een heel deel van de zoete smaak geven aan ons gerechtje. Want een worteltaartje mag wel zoet zijn. Dus je neemt ook best goed rijpe bananen. Ja, als we veel van die spico's hebben, dat is extra kalium ook. En pletten. Dan gaan we ook al een beetje kokosolie smelten. Ik ga daar één eetlepel van nemen. Wat gaan we er nog bij doen? We gaan daar twee eitjes aan toevoegen. En die mogen eronder. En die eitjes gaan het geheel al wat samenvoegen. Maar we gaan het ook nog een beetje extra luchtig maken door een theelepeltje natriumbicarbonaat eraan toe te voegen. We gaan dat ook wat op smaak brengen met kaneel. Daar ga ik ook één theelepel van toevoegen. En een snuifje zout. En dan goed door elkaar mengen. Nu, onze banaantjes die gaan al zorgen dat ons gerechtje zoet is. Maar het is natuurlijk een taartje en dat mag wel wat zoet zijn. Dus ik ga daar nog wat kokosbloesemsuiker aan toevoegen. Ik neem daarvoor twee kleine eetlepels. Als je dat te veel vindt of je wilt je suiker wat afbouwen, dan kun je daar minder in doen of je kunt het gewoon zelfs helemaal weglaten. Ook als uw bananen bijvoorbeeld niet zo rijp zijn, dan kunnen we er nog wat meer aan toevoegen, want dan gaan die bananen minder bijzoeten. En dat is het voordeel aan zelf iets maken, is dat je wat je erin doet, helemaal zelf in de hand hebt. Wat mag er nog bij? Onze wortel, uiteraard. En dan mag daar 150 gram haver bij. En dan mag als laatste onze kokosolie er nog bij. En dan is ons beslag er helemaal klaar voor. En dan gaan we dat in potjes doen. Want ik heb nieuwe potjes. Jee, dan ben ik altijd extra blij. En heel belangrijk is natuurlijk, als je ook nieuwe potjes gaat kopen, dat die in de oven mogen. Vuurvaste kommetjes. Die heb je nodig. Zo, net genoeg voor vier taartjes. En die mogen nu de oven in op 170 graden voor 20 minuutjes. Voilà, daar hoop ik straks mijn vriendin Aminata blij mee te maken. Want zij komt langs om samen te bloggen. En dan hebben we toch iets gezond om ondertussen te knabbelen. Hè. En dan nu opruimen. Tja, het moet gebeuren natuurlijk, hè. Opruimen. Dus kan je het maar beter opleuken. Met een muziekje bijvoorbeeld. Ook tijdens het koken vind ik vette beats de max. Eten en muziek. De twee geneugten in het leven combineren werkt dus echt. Mijn worteltaartjes die mogen even afkoelen. Het is zeer moeilijk om daar nog niet aan te komen, maar ik ga eerst mijn lunch fixen. En yoghurt met granola, daar heb je waarschijnlijk al van gehoord. Maar dit keer wordt het
Soep met granola. Jawel, keilekker. We gaan dus eigenlijk die croutonnetjes die we normaal op onze soep doen, gewoon vervangen door een hartige granola. Ik ga broccolisoep maken. Een simpele soep die je gewoon alle dagen, bij wijze van spreken, even snel kunt fixen. En ik ben een grote fan van broccoli, want die behoort tot de kolenfamilie. En de kolenfamilie wordt zo wat gezien als de super veggies, de super veggies. Die bevatten heel veel sulforafaan. Dus ik heb zoiets. Hoe meer kolen, hoe beter. En daar zitten ook veel vezels in. Voor uw darmen, voor uw darmbacteriën, voor uw darmflora. En dat niet alleen, want mensen denken, oké, darmflora. Maar een goede darmflora hangt vaak ook samen met een goed gewicht. Niet onbelangrijk. Zo, en die stam van een broccoli die mag je gewoon bij. Hè. Wat komt er nog bij? Een ui. Twee stengels prei ga ik daarbij doen. En we gaan het onszelf niet te moeilijk maken. Maar we gaan dat gewoon allemaal in de soepmaker doen. We gaan daar een bouillonnetje bij doen. Ik ga daar 1,5 liter voor nemen. En ik kies voor groentebouillon. Ik wil graag een gladde soep, dus ik ga voor de stand smooth kiezen. Voilà. En nu gaat hij in 20 minuutjes dat maken voor mij. En dan gaan we nu onze granola maken met haver, mijn favoriete graan. Ik ga daar 60 gram ongeveer van nemen. Ik ga er ook boekweit bij doen. Een hele populaire tegenwoordig. Ik pak er ook 60 gram voor. En dan pompoenpitten. Een zeer goede bron van zink onder andere. En in een plantaardige vorm, want zink zit heel vaak in dierlijke producten. Hè. Een beetje kokosolie. Daar nemen we 4 kleine eetlepels van. En ik ga die even verwarmen voor die lopend te maken, dat die goed onze granola gaat kunnen coaten. Hè. Soep vind ik zo leuk. Dat is zo'n makkelijke manier om veel groentjes binnen te krijgen. Hè. Dan met onze kokosolie erover. En een overschot mogen we altijd terug in het potje doen. Als het nog proper is, want dat gaat gewoon terugstollen. En kokosolie is zo een vet dat je meermaals mocht verhitten. Ik ga daar een eetlepel ahornsiroop bij doen. Dus we gaan dat niet super zoet maken, maar zo'n klein, klein toetje. Dan gaan we er wat zout bij doen. Of weer een hele kleine theelepel. En dan als laatste mag je er nog verse tijm bij. En ik ga er redelijk veel van nemen. Ik wil eigenlijk ongeveer 2 eetlepels van die blaadjes hebben. Zo ga ik die eraf ritsen. En ondertussen hangt hier al de geur van soep in mijn keuken. Dan gaan we die op een bakplaat leggen. Ik heb nu niet zoveel gemaakt, maar als je er helemaal zot van bent, dan kun je uiteraard een zeer grote portie maken een keer in het weekend. Voor als je van plan bent om in de week heel veel soepjes te eten. Dan maak je dat in de oven voor zo'n 20 à 25 minuutjes op 150 graden. Zo, en terwijl ik wacht op mijn lunch, ga ik ondertussen al een beetje bloggen. En vandaag ga ik het hebben over Team Spirit, jawel. Mijn dag staat dus in het teken van Team Spirit. De bijtjes die samen zorgen voor goede honing, straks samen werken met Aminata, samen lachen, samen gezond eten. Believe me, je krijgt er echt energie van. En het helpt ook om vol te houden. Maar eerst dus nog even in alle rust mijn broccolisoepje eten. En de eerste hand leggen aan een nieuwe blogpost. Thank you.
Zo dadelijk zie je hoe mijn worteltaartjes worden onthaald. Ik maak ook nog een avondmaal met quinoa en zalm. En jullie mogen binnenkijken bij mijn les yoga. Dat is Team Spirit ten top. Zet u gerust al neer. Ik hoop dat jij... Ja, keigoed. Ik hoop dat jij van zoet houdt. Zeker. Want ik heb al iets gemaakt voor u. Oh, ik ben benieuwd. Ik heb namelijk al worteltaartjes. Gedacht, op een lege maag kunnen niet werken. Hè? Kei spannend altijd wat mensen van mijn gerechten vinden. Dus, ik heb daar nog wat toppings bij. Want ik ben vanmorgen naar de imker geweest. Dus dit is Antwerpse honing. Het ziet er heel lekker uit. Het is ook een beetje zoet, hè? Ja, er zit banaan in en al een beetje kokosbloesemsuiker. En als je houdt van nog een beetje extra zoet... Een beetje honing, ja. Honing om daarbij te doen. Dan mag ik er gewoon op doen. Dan moet je er gewoon, dat is gewoon topping. Wil jij ook een beetje kwark? Zeker, ja. Ik ben een zoete bekken, hè? Zeker. Het ziet er zwaar uit, maar eigenlijk is het een heel luchtig ding. Je kunt blijven eten zonder heel zwaar te voelen, hè? Ja, het is eigenlijk... Je denkt dat is een kleine portie, maar er zit eigenlijk nog veel in. Als je het zo ziet. Het waren nieuwe kommetjes, dus ik moest afwachten hoeveel dat erin geraakte. Ook heel tof, als je, die, je kunt die er eigenlijk ook uithalen. Ja. We kunnen dat mee on the go nemen. Dus dat is perfect voor ontbijt ook, hè? Ja, ja, ja. Om zo 's morgens hun dag mee te beginnen. En dan heb je al groentjes, hè? Van 's morgens vroeg. Kijk, hier. En de haver in onze worteltaartjes geeft me trouwens ook energie om mijn werk aan te pakken. Tijd dus om er eens stevig in te vliegen. Wat ga jij doen? Ik ben aan een blogpost bezig over Team Spirit. Oh. Omdat dat eigenlijk heel hard helpt om gezonder te leven. Dus ik dacht, ik ga daar eens iets over schrijven. En jij? Ik ga echt gewoon heel veel mails beantwoorden. Dus, de stapel ja. Even inhalen. Ja. Ken dat. Mijn lijstje wat korter maken. Maar ja, je hebt wel een punt. Samenwerken is leuker dan zo altijd op je eentje. Hè? Ja, dat motiveert ook wel, vind je. Als je zo ziet dat anderen zo hard aan het werken zijn, dan denk ik, oké, ja. Die moet ik ook doordoen. Ja, ja. Ik had dat vroeger ook. Als ik studeerde, dan ging ik in de dip zitten. Omdat dan zo andere mensen ook aan het studeren waren. En dan zeg ik, oké, iedereen is keigoed bezig. Dat motiveerde echt. Ja. Nee, ik heb altijd gecombineerd. Dus soms thuis alleen en dan soms ook eens in de bib. Ook in de bib, ja. Ja, ja, zeker. Een kleurrijk watertje. Dank u. Met veel smaak. Oei, dat is niet een muntje. Dank u wel. Ook heel belangrijk, hè, om je te concentreren. Mm-hmm. Genoeg hydrateren. Allee, schollen. Ja, op een vruchtbare dag. Productieve dag, ja. En nu gaan we ons concentreren, hè? Ja, met al dat getetter. Wherever you are, be all there. Dat is mijn motto en ook tijdens het bloggen. Typen met een rechte rug of soms zelfs rechtstaand helpt echt. Ik probeer ook elk half uur even te pauzeren en mijn lijf los te maken. Ik heb wel vaak, als je zo lang stil zit, vooral van boven, dat is zo... Ja. Als ik aan iets bezig ben, dat allemaal vast zit. Hè? Ja. Ik heb dat ook wel een beetje. Maar tegenwoordig doe ik daar chair yoga voor. Chair yoga? Ja, cool, hè? Dat zijn eigenlijk super simpel, zo van die oefeningetjes. Bijvoorbeeld... Wacht, hè. Ik ga meedoen, hè. Gewoon doen, hè. Ja. Begin ik zo met van die neck rolls, want bij mij zit echt die nek vaak... Ja, zo tussen mijn schouderbladen. Dan maak ik dat nog zo. En ik weet, in een barretje ziet dat er heel raar uit, maar thuis kan dat. Hè. Dat is het voordeel. Ja. En dan moet ik vaak ook zo die armen een keer naar boven. Dat durf ik zelfs in een barretje doen. Dit. Serieus? Ja. Zo, zalig, hè? En dan doe ik eigenlijk vaak zo die... zo'n cat-cow van in de yoga. Je zo... Ah ja. Met inademen naar boven. En dan met uitademen zo een bolle rug maken. De koe bij het inademen. En de boze kat bij het uitademen.
En eigenlijk zijn er nog van die yoga-oefeningen die wij ook in de yoga doen. Bijvoorbeeld, zie je zo je stoel wat achteruit zo. En dan eigenlijk een pitchen. Dus met je rechtervoet op je linkerknie. En dan gewoon vooroverbuigen. De andere kant. Oh, my. Dat is wel echt het voordeel van thuiswerken. Hè? Ik kan een lekkere ding doen. Echt, hè? En eigenlijk is dat ook wel goed als je samen met collega's op een bureau zit. Kunnen we dat zo allemaal samen doen. Zelfs in Japan doen ze dat soms op het vliegtuig. Echt? Er zijn zo instructies en dan doe heel dat vliegtuig chair yoga. Vliegtuig chair yoga. Ja, in Japan zijn ze er wel bekend voor. Hè? Zo. Ja. Heb je heel veel aandacht aan hun lichaam. Ja, dat is goed eigenlijk. En dan nog een dat ik soms doe, zo net iets meer plaats worden, maar ik vind het ook zalig, vooral omdat mijn rug vaak, is eigenlijk zo een downward facing dog imiteren. Och, aangenaam aan zo tussen je schouderbladen, vind ik. Ja. En dan naar de upward facing. Right. Dat is een concentratieboost. Ja, echt, hè? Terugwekken. Ik heb weer iets bijgeleerd. En dan nu nog meer yoga. Het wordt bijna een verslaving, maar dan wel een gezonde. Ik ben onderweg naar de Ashtanga. Dat wordt ook wel de pittigste yoga genoemd. En dat vind ik heel leuk, want ik heb heel graag een goede workout en werken aan mijn lenigheid. En dan is Ashtanga het van het. Eigenlijk is yoga een heel breed begrip. Voor de ene is het stretchen, voor de andere mediteren en nog voor anderen een echte workout. Het klinkt misschien verwarrend, maar ik vind het juist heel mooi. Want iedereen kan het op zijn manier beleven en er wel iets uithalen. Surya Namaskar A, eerste zonnepunt. Ashtanga bestaat uit een vaste serie van oefeningen of poses die achter elkaar worden uitgevoerd en die allemaal mooi in elkaar overvloeien. We werken op kracht, op evenwicht en op flexibiliteit. Twee armen. Deze vorm van yoga doe ik zonder muziek en dat maakt dat je de ademhaling van de anderen goed kan horen. Die teamspirit geeft me vaak nog extra energie. Het zijn misschien wel houdingen die je de dag nadien voelt in je spieren, want het is vooral de constante flow die het geheel best pittig maakt. Maar geloof me, het doet je ook echt goed voelen. 5, 6. De gevorderde variatie van deze pose is met een glimlach. 5. En van Ashtanga moeten we ook altijd serieus zweten. Dus ik denk dat het tijd is om ons even te gaan opfrissen. Zo. En dan gaan we nu nog even energie bijtanken. Als laatste gerechtje ga ik zalm met quinoa maken, want dat is ideaal voor na het sporten. Dat gaan we doen met rode quinoa. Daar ga ik 150 gram van nemen. Dan gaan we dat aanlengen met water. En normaal gezien bij quinoa neem ik daar een dubbele hoeveelheid water. Maar ik ga nu iets minder doen, zodat we echt nog een zekere crunch hebben, hè, bij dit gerechtje. Zo, onze quinoa die mag garen. Dan gaan we ondertussen een dressing maken voor daarbij te doen. Dat ga ik doen op basis van olijfolie. Dan ga ik 3 eetlepels nemen. En in dit geval gebruik ik graag mijn beste olijfolie, want die komt er helemaal op het einde bij. Dus die gaat niet mee verhitten, waardoor dat al die goede stofjes er nog gaan in zitten. Hè. Een eetlepel ahorn, voor een beetje zoetentoets daaraan te geven. Ik ga daar nog wat kruidjes bij doen, want het wordt een Midden-Oosters gerechtje. Ik ga daar een halve theelepel paprikapoeder bij doen en een halve theelepel chili. En ik gebruik daar graag zo een chili-mengeling voor, gewoon omdat die super lekker is. Een appelsien. Ik ga werken met bloedappelsienen. Maar als je dus geen bloedappelsien vindt in de winkel, geen probleem.
dan neem je gewoon appelsine. Dat is even lekker. Zo, die dressing die mag nog even blijven staan. Die gaat straks onder onze quinoa gaan. Dan gaan we ons al bezighouden met de zalmpies. Ga ik terug een beetje ahorn voor gebruiken. Ik ga die gewoon maar wat mee insmeren. Zo. Ik ga hem maar langs de ene kant doen. En dan ga ik er ook nog wat kruidetjes op doen. Een beetje komijn. Ik ga er ongeveer een halve theelepel over verdelen. En een beetje kaneel, zodat we echt die smaak van het Midden-Oosten eigenlijk eraan gaan geven. Een beetje peper en zout. En dan gaan we die bakken. Hè. En ik ben zelf een heel grote fan van zalm na het sporten te eten. Want zalm bevat heel veel omega-3. En dat is ontstekingsremmend. Het lichaam krijgt wel wat ontsteking door te sporten. En als we dan een portie omega-3 kunnen binnenkrijgen, dan zeggen we daar volmondig ja op. Ik ga dat eerst met de kruidenkant naar beneden heel even laten trekken. Niet te lang. En dan gaan we die erna direct omdraaien. En lang heeft dat niet nodig, hè, die zalm. En die omega-3's waar ik het over had, dat zijn ook hele goeie, want dat is een hele specifieke vorm, EPA en DHA, om meer specifiek te zijn. En dat zijn die waar ze altijd zo over stoffen van ah, dat is keigoed voor je brein. Want je hebt ook alpha-linolenzuur, dat is een andere vorm van omega-3 die dat heel veel in planten zit. Maar dat is niet altijd even makkelijk om dat om te zetten naar die stoffen die ons brein zo hard nodig heeft. En dat zit dus wel allemaal rechtstreeks in zalm. Hè. En ondertussen is ons water bijna weggetrokken. Ik ga er nog een beetje bij doen. Mag ze nog net iets meer? Ik vind het altijd een handige voor quinoa een beetje op gevoel te doen. Een beetje water bij toe te voegen als het nodig is. En ook die quinoa is heel goed voor na het sporten, want dat zijn de goede koolhydraten. Dat noem ik altijd de volle granen. Zo. En terwijl dat nog heel even strekt, ga ik wel een aantal dingen preppen voor daaronder te doen. Onder andere de bloedappelsien. Ik ga die schil eraf doen. En dat is totaal niet erg als er nog van die witte stukjes aanhangen. Want as usual zit daar dus ook keiveel in die witte stukken. En ik ben zelf zot van appelsien. Ik vind het echt super lekker. En zo'n appelsien is een beetje in een slecht daglicht gekomen. Want ze zeggen van ja, appelsiensap, dat er veel suiker in zit. Maar als je dat natuurlijk met al die vezeltjes erbij neemt, dan balanceert dat weer wat. Hè? Kijk, de ene appelsien is al wat bloederiger dan de andere. Wat gaan we er nog onder doen? Een klein shallotje. Een beetje rucola ga ik er nog bij doen. En ook wat amandelen. Ik vind het altijd zalig om onder een salade, en zeker bij quinoa, zo nog iets heel stevig te doen. Dus ik neem ook best wel veel amandel. En ik ga die nu vandaag niet roosteren, maar als je ze geroosterd wilt, feel free om dat te doen. En dan ga ik nog eens onze quinoa bekijken. En die ziet er helemaal gaar uit. Hè. Die zijn zo opengesprongen, dan zie je precies een randje dat daar rondgekomen is, dat zo wat open is. En dan ga ik er al een aantal dingen bij doen. Mijn shallotje onder andere, dat mag er gewoon mee in. Ik ga daar onze dressing bij doen. En ik kijk zo wat voor de hoeveelheid van die dressing, dat onze quinoa niet al te soggy wordt. Dus ik laat die nog heel even op het vuur staan. Mijn vuur staat wel al af, maar dat die nog een beetje warm blijft. Dat die saus er goed kan intrekken. De nootjes die mogen daar ook al onder. En dan mag onze bloedappelsien erbij. Wat gaan we er nog bij doen qua smaakmaker? Een paar blaadjes munt. Dus ik ga de steeltjes verwijderen. Dan we enkel nog de blaadjes hebben.
En dan ga ik die nog een beetje fijn snijden. En dat geeft ook meteen een beetje kleur aan ons schildje. Dan mag daar een zalmpje bij. Zoeps. En gaan we dat nog een beetje afwerken. Ik onder andere nog wat rucola erbij doen. Altijd goed, hè? Nog wat groene bladgroenten. Goed voor de vitamine K en zo. Ga ik het nog doen? Ik ga een beetje zesten van appelsien over onze zalm doen. Dat dat eigenlijk nog een beetje terugkomt, die smaak. Zo, lekkerste diner ever. En dan nu gsm aan de kant en lekker genieten van healthy foods. Maar niet vooraleer dat we nog een selfie genomen hebben. Is het nu aan jou? Wil je de quinoa met zalm, de worteltaartjes of de soep uit deze aflevering ook een keertje uitproberen? Zeker doen! De recepten vind je nu op Nian.tv. Laat het keihard smaken en geniet van nog meer gezonde goesting.